Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogmas. Ik heb net een klant gehad en het is nu 12 uur. Lindy is nu bezig met een klant en daarna moeten we dus echt naar de stad toe. Ik moet een top van de Zara terugbrengen, maar het regent echt heel hard. Dus ik hoop dat het dadelijk droog is. Maar ik ga nu eventjes lunch maken en er zijn ook leuke pakketjes binnengekomen. Dus die zal ik jullie dadelijk ook laten zien. Wij zouden dus naar de stad gaan, maar het blijft gewoon echt keihard regenen. Dus waarschijnlijk gaan we gewoon dadelijk naar Naaldwijk toe. Ja, we kunnen echt niet op de scooter in het weer gaan. En de auto heeft mijn moeder dus. Dus dat is wel jammer. Maar we hebben dus echt hele leuke pakketjes binnen. Ik heb dus een pakketje van Shop Atelier en Lynn ook. En het is dus een verrassingspakket. Dus die ga ik jullie even laten zien. En ik heb een top binnen van de Zara die ik voor Oud en Nieuw ga aandoen. En ik hoop zo erg dat die goed zit. Dus ik zal die jullie dadelijk ook even laten zien. We hebben dus een pakket binnengekregen van Shop Atelier. En dit is dus een cadeau. En ik vind hoe het eruit ziet al echt heel erg leuk. En dit is dus de binnenkant. En er zitten echt allemaal verschillende dingen in. En dit zijn echt mijn favoriete hoesjes. Er zit dus een hoesje in met zwart en bruin. Die ga ik gelijk dadelijk omdoen. Ja, ik heb hem om. Hier. Oh, Lynn heeft hem nu al om. Dit is hem dus. Met deze koorden eraan. Heel erg leuk. Dan zitten er van dat Blitzby nagels in. En Lynn gaat het waarschijnlijk dadelijk op haar nagels doen. Ja, dat zijn van die stickers die je dan erop kan doen. Dus ik ben heel benieuwd. En er zitten dus ook verschillende in. Nou, dan hetzelfde kort die Lynn had. En dan nog een paars kort en een roze. En dan zit er nog een laptophoes in. Met hier Atelier. Een hele mooie kaki groene kleur. Echt super leuk dat ze dit opsturen. Echt heel erg blij mee. Dus ik ga gelijk even dat hoesje op mijn telefoon doen. En dan heb ik dus bij de Zara voor Oud en Nieuw een top besteld. En ik twijfelde heel erg. Maar ik heb hem dus besteld en ik ben er echt zo blij mee. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Ik heb hem ook nu gelijk aangedaan. Dus ik zal hem jullie even laten zien in de spiegel. Dit is hem dus. Hij lijkt echt minder fel op de camera. Maar hij is best wel fel in het echt. En die glitters vallen ook gewoon echt heel erg goed op. Maar ik vind deze echt super gaaf. Ik heb hem dus in een maat XSS. En dat is wel beter, want hier onder staat hij een beetje open. Maar ik ga sowieso gewoon een plak BH eronder doen. Of boeptape. Maar hoe gaaf is dit voor Oud en Nieuw? Dit is gewoon echt een Oud en Nieuw top. En dit is de achterkant. En dan doe ik denk ik gewoon een zwarte pantalon eronder. Of een spijkerbroek. Dat lijkt me ook wel echt heel erg leuk. En dan met zilveren hakken. En hij was dus €49,95. Wel echt heel erg duur. Maar echt heel erg blij mee. Hij is echt geweldig. En kijk, met een flits erop zie je pas echt hoe erg die glinstert. Echt geweldig. Ik ben er helemaal blij mee. Wij hebben weer wat cadeautje ingepakt. En we gaan nu naar Naaldwijk toe. Dan moeten we even een pakketje wegbrengen. En we gaan naar de Sapbar toe. Gaan we even een smoothie drinken. We wilden dus ook eerst naar de zonnebank gaan. Maar ik heb dus eergisteren een zelfbruiner binnengekregen. En die is echt mega goed. Dus ik denk dat we dat gewoon gaan overslaan. En daarna gaan we dus onze nagels doen. Wij zijn weer thuis. Het duurde echt veel langer dan dat we hadden gedacht. We waren echt 3 uur lang weg. Dus het is nu alweer maar 5:30 of zo. Maar we moeten dus nog mijn nagels doen. Dus dat gaan we nu doen. Tenminste, Lynn gaat ze denk ik nu eraf halen. En dan gaan we eten. En dan gaat ze daarna gewoon de biap en zo erop doen. Maar we waren dus even naar Sapbar toe. En toen zijn we cadeautjes gaan halen. En toen gingen we nog even naar Xenos toe. En we hebben gin tonic glazen gehaald. We hebben voor morgenavond gelijk ook tonic gehaald. Ik moet alleen morgen nog even gin halen. En we hebben een nieuwe cinnamon chai kaars. Ik zei natuurlijk gisteren dat ik sowieso een nieuwe wilde kopen. En nu hebben we gewoon zo'n grote gelijk gehaald. Hij was volgens mij €35. En dit blijft gewoon mijn favoriet. Dus die ga ik gelijk neerzetten. En dan kan die oude weg. En dan gaan we nadat Lynn mijn nagels heeft gedaan pasta pesto maken. Ik zie ook dat de camera leeg is. Dus die ga ik zo even in oplader doen. Ik ga hem ook gelijk even aandoen. Want we gaan nu natuurlijk de nagels doen. Ik ben nu klaar met steeds de nagels doen. En ze zijn echt super leuk geworden. Dus ik zal ze even filmen. En we gaan nu mijn nagels doen, want het is echt heel erg nodig. Dus ik ben ook echt heel erg blij als ze bijna zijn gedaan. En dit zijn dus steeds nagels geworden. We hebben dus Biap 019 gedaan en dan van die sterretjes en diamantjes erop. Echt super leuk. Ik ga nu douchen. Ik ga dus nu even mijn haar wassen, want mijn haar moet echt gewassen worden voor morgen. En ik ga dus nu de nieuwe shampoo en conditioner gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd of ze fijn zijn. En ik ga vanavond denk ik ook nog even zelfbruiner opdoen voor morgen. Ik ben best wel bruin al, maar ik ga het ook even hier een beetje doen. Ik ben trouwens echt zo blij met mijn nagels. Ze zijn echt heel erg leuk geworden.
Maar ik ga nu even mijn haar eruit halen en dan ga ik lekker douchen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben nu helemaal omgekleed. Het is nog helemaal donker buiten. En het is nu 8 uur en ik ga nu met mijn moeder boodschappen doen voor kerst. Dus we gaan nu even de auto pakken en dan gaan we eerst naar de Jumbo toe. Wij zijn terug van boodschappen doen. We hebben echt weer heel veel gehaald, ook voor het kerstontbijt en zo. En dit gaan we nu even opruimen en dan ga ik daarna even mijn haar doen. Kom eens! Ik zit nu in de auto met Mike. Ik heb me ook even omgekleed. En we zijn dus nu onderweg naar de stad toe. Want Mike moet even naar de Zara toe. En ik wil eigenlijk ook even bij de Zara kijken voor misschien nog een kerstoutfit. Want ik weet wel wat ik morgen aandoe, maar ik weet niet wat ik vanavond aandoe of tweede kerstdag. Ik hoef ook niet iets heel bijzonders, maar als ze iets leuks hebben, dan wil ik wel even kijken. En ik wil nog één kerstcadeau halen, dus dat gaan we ook even doen. Ik ben nu met Lin, want Lin en Sam gingen dus ook naar de stad toe. En we zijn nu even een foto aan het maken voor haar, voor Tessvi. Ja, ik hoop echt dat er iets bij zit. Ja, en daarna gaan we even naar de Primark toe, want ik wil dus even een nieuwe pyjama halen. En dan gaan we daarna naar huis toe. En dan moet ik nog even mijn moeder de nagels doen en nog een paar kerstcadeaus inpakken volgens mij. Wij zijn weer thuis en nu liggen eindelijk alle cadeaus onder de boom. Het zijn er echt heel erg veel. En Mike en Sans cadeaus liggen er nog niet onder. Dus die moeten er ook nog onder. Maar kijk hoeveel. Echt heel erg veel zin in vanavond. Ik heb nu even gedoucht en ik heb ook mijn haar gewassen. Ik wilde het eigenlijk dus gisteren doen. Echt super stom dat ik het toen niet heb gedaan. Want ik moet het nu dus gaan feunen en daarna ga ik het krullen. En make-up doe ik als laatste, want die ligt nog bij San. En San komt dadelijk hierheen en dan neemt hij dus mijn spullen mee. Ik heb wel al mijn outfit aan, maar ik twijfel een beetje. Ik heb dus deze oorbellen aan Frankie Amsterdam. En dan dit jurkje van Olivia en Kate. Alleen twijfel ik gewoon, want je hebt zeg maar zulke mouwen. En dan lijkt je armen dus echt heel erg groot vanaf de zijkant. Maar misschien ook gewoon een blazer eroverheen doe. Ja, ik twijfel nog een beetje. Oké, ik heb nu dus maar gefeund. En mijn haar lijkt echt een hele rare kleur in dit licht. Maar ze ziet er dus niet in het echt uit. En dan ga ik het nu krullen met deze krulter van Gisou. En ik doe sowieso altijd deze Heat Protector van Gisou in. Dus dat ga ik nu even doen. En ik doe de krultang altijd op 180 graden. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dan ga ik nu beginnen met krullen. Oké, mijn haar is dus nu ook gekruld. Alleen blijft het dus minder goed zitten omdat ik het dus net heb gewassen. En dan is het natuurlijk super zacht. Dus dat is wel jammer. Maar het laat wel gewoon zo. En ik had dus toen bij de Zara Sale deze laarzen gehaald. En ik ga ze nu even aandoen. Gewoon voor op de foto, want we blijven natuurlijk gewoon thuis. Maar nu ga ik ze aandoen. Ik vind ze echt geweldig. Ik heb helemaal klaargemaakt. Ik wist niet zo goed wat ik aan moest. Dus ik heb dit topje nu aan van Twinkles Fashion. En die heeft dus ook een hele open rug. En dan heb ik deze oorbellen in van Verder en Verder. En dan die diadeem van Lovies. Daar twijfel ik een beetje over. Maar ik laat hem nu nog wel even in. En dan een zwarte pantalon van Olivia en Kate. En we zijn dus nu de tafel aan het dekken. En we gaan dadelijk ook lekker gin tonics maken. Dus ik zal even de tafel laten zien tot nu toe. Ik heb lekker mijn kerstpyjama aan. En het is nu 8:30 en we gaan nu beginnen met het ontbijt. Dus ik ga eerst even de tafel dekken en dan gaan we daarna beginnen met heel het ontbijt klaarzetten. En ik heb echt zoveel zin in het kerstontbijt. Ik hou echt van veel ontbijten, dus ik kan echt niet wachten.
Ik heb me helemaal klaargemaakt. En vandaag gaan we dus kerst vieren bij Mike thuis. En het is volgens mij nu 12:30. En ik en Mike gaan dus vanavond crème brûlée maken bij hun. En dan gaan Nick en Kevin het voorgerecht doen. En Deb en Ries doen dan het hoofdgerecht. En dan gaan we volgens mij eind van de middag de cadeautjes doen. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik heb dus weer dat diadeempje in van Lofies. Deze oorbellen zijn van Most Wanted. En deze top is dus van de Zara. Ik laat ze even hier zien. En de achterkant is dus helemaal open. Echt heel erg mooi. En dan heb ik dit tasje erbij van de Zara. Een broek van Olivia en Kate. En dan doe ik zilveren bronks hakken eronder. Dus ik ga even mijn tas pakken en dan gaan we onderweg naar Mike. Het is vandaag maandag en het is vandaag tweede kerstdag. En wij hebben vanochtend bij Mike ontbeten en gisteravond was het ook echt heel erg gezellig. Ik ben ook echt heel erg blij met mijn cadeaus. Maar ik denk dat ik en Lynn een aparte video ga maken met What We Got For Christmas. Want dat lijkt me wel echt heel erg leuk om weer te maken. En ik en Mike gaan nu eventjes naar de stad toe. Ik moet een paar boodschappen doen voor mijn ouders. En ik wil even ergens een koffie drinken. En de Sarah sale is natuurlijk net begonnen. Dus ik wil ook even daar kijken. Maar ik heb nu echt een hele simpele outfit aan. Ik heb deze trui nieuw van Worst Behavior. En dan gewoon een jas, een pantalon en mijn nieuwe UGG schoenen. Maar die zal ik dadelijk wel even laten zien. En dan gaan we daar naar mijn huis toe. Gaan we volgens mij kaarten vanmiddag. Gaan mijn moeder denk ik een paar hapjes maken. Gaan we vanavond dus sushi halen bij Natsumi. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. Maar nu gaan we onderweg naar de stad. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb weer een puis erbij. En hij valt echt zo erg op. Terwijl hij echt heel erg klein is. Ik ga er zo nog even concealer op doen. Maar ik heb deze oorbellen in van de Stradivarius. Topje is van Gina Tricot. Dan heb ik een blazer van Gina Tricot. En dan deze glitterbroek van Harper & Eve aan. En ik zal jullie even mijn nieuwe UGG's laten zien. Ik ben er echt zo mega blij mee. Dit zijn ze dus. De UGG's Tasman met platform en dan een rood bandje. Deze heb je echt nergens meer. En Maaike zegt overal gaan kijken. En toen heeft ze ze dus op Vinted gevonden. Maar ze zien er echt nog helemaal nieuw uit. De onderkant is ook echt helemaal nieuw. En ze lopen echt mega lekker. En ik wilde deze al zo graag. En zo lang. Dus hier ben ik echt super super blij mee. Het is alweer de volgende dag. Gisteren hebben we niet heel veel gefilmd. Maar ik heb dus wel alle kerstdagen bij elkaar geplakt. Want met kerst ben je natuurlijk ook gewoon aan het genieten en niet elke keer aan het filmen met de camera. Dus vandaar dat we de dagen gewoon bij elkaar hebben geplakt. Ik heb echt zo'n leuke kerst gehad. Ik vind het zo jammer dat het weer voorbij is. Maar ik ben wel echt klaar met al dat eten. Ik heb zoveel gegeten de afgelopen dagen. Maar het was wel echt heel erg lekker en heel erg leuk met iedereen. En over 3 dagen zijn ik en Linde dus jarig. En over 4 dagen is het alweer oud en nieuw. Het gaat echt zo snel. Maar er komen dus nog echt 2 hele leuke dagen aan. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. En er komt dus ook een aparte video aan met What We Got For Christmas. We hebben echt hele leuke dingen gekregen. Dus we moeten even kijken wanneer die online komt. Ik denk dat die morgen online komt, omdat we hem dan vandaag gaan opnemen. Maar anders komt die overmorgen of ergens anders online. Maar ik ga nu even verder deze vlog editen. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dat jullie natuurlijk ook een hele leuke kerst hebben gehad. En dan zien jullie ons morgen weer in een nieuwe video.